Vooral handballers en voetballers hebben er mee te maken. Een gescheurde kruisband. Het is een flinke blessure waar je zo een jaar zoet mee bent. En als je pech hebt, scheur je hem opnieuw en dan vaak weer opnieuw en weer opnieuw. De orthopedische kliniek Ocon in Hengelo doet nu onderzoek hoe dat te voorkomen. Nou, Rob, zou je je rechterbeen eens op willen tillen? Nou, wat we zien is dat hier hebben we de sensor die we op zijn bovenbeen hebben aangebracht. En hij beweegt dus mee met de beweging die zijn bovenbeen maakt. Door de sensoren te gebruiken krijgen de onderzoekers objectievere data over hoe de patiënt beweegt. Nu kijkt onze fysio gewoon zelf met het blote oog naar hoe onze patiënten bewegen. En dat kunnen ze op dat moment heel goed doen. Maar eigenlijk is het heel erg lastig om te zien als iemand op 6 maanden na zijn operatie bij ons komt en daarna na 9 maanden, of na 12 maanden, 24 maanden, of daar verandering heeft plaatsgevonden. Het onderzoek levert niet alleen voordeel op voor de individuele patiënt, maar voorkomt hopelijk ook nieuwe afscheuringen. Wereldwijd hebben we het probleem bij jonge patiënten die dit overkomt, dat als ze geopereerd zijn, in 10 tot 20% van de gevallen de kruisband weer opnieuw afscheurt. En omdat wij zoveel patiënten zien, wilden wij kijken of wij eraan konden bijdragen dat percentage risico op een nieuw letsel omlaag te brengen. Uit het big data onderzoek met gegevens van heel veel patiënten moet duidelijk worden welk beweeggedrag gevaarlijk is. Mensen bewegen gewoon met een bepaalde natuurlijke beweging. En iemand die zijn kruisband scheurt, heeft blijkbaar een bepaald bewegingspatroon wat gevaarlijk is voor het scheuren van een kruisband. En het is heel erg moeilijk om je eigen beweeggedrag aan te passen. Dat is iets wat je al jaren op die manier doet. Dus het opnieuw scheuren van je kruisband is vaak gewoon een gevolg ook van hoe iemand natuurlijk beweegt. En ja, we willen eigenlijk kijken of we dat kunnen identificeren. Ja, wie helaas over dit onderwerp kan meepraten is profvoetballer Haris Vuckic van FC Twente. Hij staat al maanden aan de zijlijn. Vorig jaar liep hij een kruisbandblessure op. En het was voor hem niet de eerste keer dat hij daarmee geconfronteerd werd. No, it was not. It was not the first time. It was 6 years ago in England. I had also on the left side. I had the same injury, same reconstruction. Also needed 7 or 8 months to recover, but now it feels good. Some players are lucky enough to not get injuries. I was not that lucky. Is Vuckic dan niet bang nu hij bijna hersteld is dat het hem weer gaat overkomen? No, I'm not so much afraid about my knee. I'm afraid more about my muscles, you know, because they need to adapt on all this pressure, a lot of running, a lot of changing directions. And that's where I have now, you know, a lot of stiffness in my muscles. I'm doing the lunges, you know, that's one of the best exercise for me, you know, to get to switch on the muscle, to get my knee going. Heeft hij in de tijd van zijn blessure ooit gedacht dat dit misschien het einde van zijn carrière kon betekenen? You have a lot of free time, and then your mind, it starts thinking about all the negative stuff, you know, all the. What I gonna do after my career? I have to go maybe in school again, do some other jobs, you know, that kind of stuff. Haris Vuckic ziet de toekomst positief in en heeft voor iedereen die dezelfde problemen heeft een mooie boodschap. Injuries will happen in football, for some more, for some less, but never lose hope for what you love to do.